Sinds 1993 wordt deze sportverkiezingsavond georganiseerd. En daarom ook niet meer weg te denken binnen de gemeente Oldebroek. Vanavond staan dus juist de sporters centraal. En zoals ik al zei, heel veel jeugdsporters. Maar liefst 150 medailles zullen we vanavond gaan omhangen. Ja, beste mensen, de zaal zit afgeladen vol. Het belooft weer een gezellige avond te worden. Ieder jaar slaagt Stichting Sportverkiezing er weer in om een super gezellige avond te organiseren waar de sportiviteit en gezelligheid van afspat. Tot nu toe werd ieder jaar een clubman of clubvrouw van het jaar uitgeroepen. In het uitgeroepen tot clubman of clubvrouw van het jaar. Dat gaan we ook dit jaar weer doen. Maar wat nieuw is, is dat aan die persoon de gemeentelijke erepenning zal worden uitgereikt. Dat is een voorstel van het bestuur van Stichting Sportverkiezing geweest. En als gemeentebestuur hebben we dat voorstel graag overgenomen. Want dan gaat het inderdaad altijd om mensen die zich langdurig en belangeloos inzetten voor een club. En daarmee ook zich inzetten voor de samenleving. En daar is die gemeentelijke erepenning ook voor bedoeld. Om die waardering uit te drukken. En verder is hij ook al jaren penningmeester van de Club van 100. En hij is opgegroeid aan de Grote Woldweg. Ik denk dat hij inmiddels zelf wel een donkerbruin vermoeden gaat krijgen dat het hem betreft. Vlakbij het sportpark van VSO en de weg naar het sportpark weet de heer Korenberg, Wim Korenberg, met de ogen dicht te vinden, vermoed ik zo. Al zo lang meelopen en dan nog steeds voorop lopen. Dat is een bijzondere verdienste binnen VZK. En daarvoor wordt Marines ook binnen VZK beschouwd, zou je kunnen zeggen, als een soort reclamezuil voor de vereniging. Een man waar je op kunt rekenen, een man met liefde voor de sport, liefde voor zijn club en voor en tegenspoed. En zo een steunpilaar van VZK. En daarom heeft het gemeentebestuur ook in dit geval vol overtuiging kunnen besluiten om de gemeentelijke erepenning toe te kennen aan Marines Barneveld. En daarmee te onderscheiden als clubman van het jaar 2014. Ja, Lisa, hoi. Welkom op ons sportpodium. Felicitaties. Lisa voetbalt hoe vaak in de week, Lisa? Drie keer in de week. Heel bescheiden deze jonge dame die super actief is. En voor haar natuurlijk bloemen. Ja. En natuurlijk de medaille die erbij hoort. We blijven in voetbalsferen. Sinds 2014-2015 is hij actief bij de selectie van E1 van Zwolle. En dan haal ik naar voren Wesley ten Hoven. Speelt bij PEC Zwolle. En we gaan naar voren halen Sylvan Vierhuizen. Ja, proficiat, ik zei het net al, wie is er naar Qatar geweest? Maar jij bent ook geweest, dat kunnen niet veel mensen zeggen. Hoe lang zijn jullie daar geweest? Een week. Een week, was het een lange reis in het vliegtuig? Nee, 6 uur. Ah, dat viel dus wel mee. En de temperatuur, was het lekker warm daar of niet? Ja. En hebben jullie ook nog een partijtje gespeeld? Ja, die hoorden erbij. Ja, Sam kijkt ook heel bescheiden aan onze ronde mis. Maar Sam, je hebt het afgelopen jaar al heel wat keer op het podium gestaan, of niet? Ja. Ah, super. De competitie ging ook goed? Ja. Tevreden? Jawel. Oké, super. Deze jonge ATB'er. Ja, Julian, ook welkom op ons podium. Tafeltennis, competitieverband. Jij presteert als team en individueel, hoe moet ik dat zien? Ja, team en individueel. Okay. Junior rijdt op een BMX-fiets en is daar ook kampioen mee. We gaan naar voren halen. Ryan Hartman. Van de Heuvelruiters, tweede op de regiokampioenschappen indoor L2. Dressuurponies kringkampioen en verenigingsteam springen. We gaan naar voren halen, Janique Boeven. En jouw specialiteit is springen of dressuur? Alle twee, klein beetje. Alle twee disciplines beheers je. Waar gaat zelf jouw voorkeur naar uit? Dressuur. Wat is de overgangsfase wanneer jij eventueel naar een paard gaat? Hoeveel jaar duurt dat nog?
Nou, dat weet je nog niet. Voorlopig nog met een pony. Berij je één pony of meerdere? Twee. Twee? En hoe heet ze? Cupido en Artje. Oké, okay, en zijn ze allebei goed in de verschillende disciplines? Springen of dressuur? Of wat doe jij? Ook een van de talenten op ons podium. Deze jonge Amazone. Vormt zij een goede combinatie met haar pony. Als je dit nou ziet en je bent wethouder van jeugd en van sport. Nou, wat wil je dan liever dan dit zo zien? Hè? Ik zal er heel snel tellen, want dat zijn er dus 9. Stralende jongelui. Die, ik zat net te denken, als de een nou zijn paard had meegenomen, de ander zijn fiets en de voetbal, dat was dan het makkelijkste waarschijnlijk. Maar dan was het wel een heel levendig podium geworden. En dat vind ik het mooie. En jullie doen het allemaal op je eigen manier. En zo laat je ook zien, de ene sport is niet meer of minder dan de andere. Hè? Jongens, even de handen in de lucht, even juich even. Al deze talenten, want wij zijn super trots op ze. Op ons podium. En voor jullie natuurlijk de felicitaties. Vanavond al eerder op ons podium gezien. Een van de mannen van het tafeltennisteam van Bosman. Obvious Meisjes MD1. Ja, we krijgen een heel elftal op ons podium. Kampioen, eerste klasse en promotie naar de hoofdklasse. De meisjes van NBA van Ovios. Talenten op ons podium. Deze jonge voetballers van WSC. WSC F6. De voetballers van F6. Blijft kampioenen regenen bij WSC. Want ook de spelers van F1 zijn kampioen geworden in de najaarsreeks 2014. WSC F1. F16 en daarna het F1-team van WSC. De mannen hebben hele mooie shirts aan. Met daarachterop kampioen 2014. Draai je maar eens op. Kijk eens even, kampioen 2014. Mooie shirts. F7. Al die mooie shirts. Al die mooie WSC. Dan kunnen ze gewoon naar eigen dansen de hele competitie uitspelen. Jongen, jongen, al pek moet zo. Kampioenen!